Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Straatpraat. En deze week in onze aflevering gaan we het hebben over gebiedscommissies. Dames, weten jullie wat gebiedscommissies zijn? Nee, ik heb echt geen idee. Dit gaat ook weer nergens heen, maar nee, sorry. En jij? Nee. Weet ik niet. Nee. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Geen idee. Nooit van gehoord. Ik zou het niet weten. Wat denken jullie dat het is? Daar kom je ook niet veel verder mee, want ik heb echt geen flauw idee wat het zou zijn. Commissies toch praten of zo? Ik hoop altijd om het kan nog beter en beter worden. Ja, het is mijn hoop algemeen. Nou, dat het een of ander commissie is die over het gebied gaat hier. Ik denk dat het iets is dat ze bedenken wat er met een gebied kan gaan gebeuren. Helemaal niet, nee. Gebiedscommissies vervangen de deelgemeentes en burgers vanaf 18 jaar kunnen zich verkiesbaar stellen. Wat vinden jullie hiervan? Nou ja, goed eigenlijk, want de jeugd mag dan meespreken. Ja, ik vind het wel beter, want daar heb je zelf ook iets over te zeggen, zeg maar. Ja, ik vind het heel belangrijk, want we wonen hier. We moeten onszelf regelen en helpen voor onze deelgemeente ook onze leven regelen. Ik vind het goed, want dan heb je tenminste jongeren die zitten er dan in en die kunnen ook meer hun argument geven, meer helpen. Ja, eigenlijk dat. Wat denk je dat jongeren voor extra's kunnen bieden in een gebiedscommissie? Toch nieuwe dingen bedenken. Gewoon meeleven met mensen die van dezelfde leeftijd zijn. Dat vind ik een goeie. Dat vind ik een heel goeie. En wat vindt u zo goed aan? Wat vindt u daar zo goed aan? Nou, omdat jongeren, ja, dat is de toekomst van morgen. Dus ja, die kunnen zich dan aanmelden in deze. Heel goed, want politieke partijen hebben veel te veel macht hier in Rotterdam. Dus ik vind het prima. Ik zou het graag zien veranderen. Maar wat precies, ja, dat is heel moeilijk. Ik vind het wel dat ze het verkiesbaar kunnen stellen. Maar als er dan ook dingen gedaan worden wat werkelijk gedaan moet worden, dan zou het goed zijn. En wat zou er in uw ogen echt nodig zijn? Wat zou er gedaan moeten worden? Mag ik het hardop zeggen? Al die criminelen van de straat. Dat zou heel mooi zijn. Mensen die niet meer aangerand worden en mensen die niet meer lastiggevallen worden en beroofd worden. Zulke dingen. Dat zou van de baan moeten zijn. Er zou meer agenten op straat moeten komen die daarop letten. En zou je jezelf verkiesbaar stellen? Nee, dat niet. Ja, ja wel, ja. En wat zou je dan willen doen? Ik kan bijvoorbeeld vrijwillig werken. Iemand voor jeugd, voor kinderen, voor ouders. Voor alles. In verband met mijn echte beroep. Maar ook meer algemene dingen, meer communiceren met mensen, meer helpen. Nee, ik zou mezelf niet verkiesbaar stellen. Okay. En waarom niet? Poesie! Nou, ik heb niet zoveel te in te brengen. Dan zou ik me wel aanmelden. En wat zou u dan zelf anders doen? Hoe bedoel je met die vraagstelling anders doen? Anders in bijvoorbeeld in het gebied waar u woont? Oh ja, dan is het meer de rommel die je op straat tegenkomt, kapotte fietsen. Men is er al aardig mee bezig, maar ja, het kan nog beter. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nou, ik denk als ik me verkiesbaar stel dat het niet veel helpt, want ze kwakken mij ook gewoon zo neer. Dus dat maakt niet uit. Dat was het weer voor deze week. Volgende week hebben we weer een nieuw onderwerp. Tot de volgende keer.